Deze nieuwsuitzending is een rectificatie waar gewerkt wordt door een fout gemaakt en er is iets misgegaan. Als eerste wil ik even vertellen dat er behalve wat er hier misgegaan is, nog iets anders is misgegaan. Want ik heb professor Dr. Marco Robinson gevraagd om samen met mij die rectificatie te doen. In het kort kwam het er hierop neer dat we hebben samen, ik met Marco samen, hebben twee nieuwsuitzendingen gemaakt, heel recent. Dat is 279 en 280. En die eerste die gaat over de Big Bang. En dat was bedoeld als een humoristische uitzending. Want Marco is dan ex-katholiek en praktiserend atheïst. Zo. En ik ben gewoon nog steeds christen, ben ik al vanaf mijn 12e. Ja, je krijgt er geen puistjes van, ik heb er al helemaal geen moeite mee. En dan vond ik het dus leuk, want hij is zo'n Big Bang theorie aanhanger. En dan zit ik hem dus eigenlijk een beetje te plagen natuurlijk, door hem te vragen van waar komt de Big Bang vandaan. Nou, daar heeft Jurk Liesman op gereageerd. En die tweede doe ik even in het kort. En dan zal ik er dieper op ingaan op allebei. Hier gebeurt dan hetzelfde, maar dit is een ander onderwerp. Want hier gaan we het echt hebben over het geloof. En dan met name over deze publicatie. Er is een boek geschreven door Francis Rooney. En hij was toen, hij was de voormalige ambassadeur namens de Verenigde Staten bij het Vaticaan. De Holy See heet dat in Engels. De heilige stoel noemen we dat in Nederland. Heeft een diepere betekenis dan op het SEE. Want ik had eerder in een uitzending over katholieken, heb ik gewoon stilgestaan bij dingen die onder andere in dit boek staan. Hè. Van het globale, het mondiale, het globalisme. Veroorzaakt door het Vaticaan. Want het Vaticaan is een globale speler. Nou, terug naar de eerste over de Big Bang. Het is best een leuke nieuwsuitzending om hem gewoon even te luisteren. Dat maakt niet uit. Weet je een beetje waar het over gaat? Gaan we nu niet doen. Maar dan komt er een commentaar van mijn vriend Jurk. Die het kanaal Jochler 66 heeft. En daarin zegt hij, bij 25 minuten ben je me kwijt. Zoveel onwetendheid en ignorantie op een hoop kijk ik niet. Ja, terwijl Jurk is een hele trouwe kijker. Maar goed, dat kan hij dus wel vinden. Hè. Dus ik zeg tegen hem, ik zal je opmerking doorgeven aan Marco. Weet dat ik probeer. ... En dan komt Jocko nog even terug met de opmerking. Jij hebt hem ook niet tegengesproken met een uitleg over de stomme opmerking van de Mount Everest. Dat had je moeten doen. En daarom stop ik met dit te kijken. En dan sluit ik af met punt aangenomen. Onwaarheid laten zien is ook waarheid. Nou, waar ging het nou over? Mijn vraag ging gewoon aan hem. Van vertel mij nou eens even hoe in jouw optiek de Big Bang is ontstaan. Want de evolutionisten die zijn allemaal heel wetenschappelijk en alles staat helemaal vastgelegd. Maar als ik alles op een rijtje zet, dan had je voor de Big Bang had je niets, had je ook geen tijd. Er was geen tijd, er was geen materie. En toen heeft dus dat niets, dat deed bang. En toen had je materie. En dan krijg je stapje. En dan heb je plotseling een aarde en een maan en een zon. En allemaal mensen die gaan naar Zandvoort in de zon zitten. En mensen die gaan dan via internet met elkaar zitten discussiëren. Denken ze dat ze een gesprek hebben. Nou, dat hele verhaal, je mag van mij zeggen dat het allemaal wetenschappelijk bewezen is dat het zo kan. Maar ik heb dan gelijk een vraag over die eerste stap. Hoe krijg je uit niets een Big Bang? Heb je dat gisteravond gedroomd? Het stond in de Donald Duck. Waar staat het dan in? Waar zijn de experimenten? En hoeveel niets moet je dan eigenlijk hebben? Als je veel niets hebt, dan krijg je een hele grote Big Bang. Maar als je een heel klein beetje niets hebt, dan heb je een heel klein Big Bangetje.
met hele kleine Perry Winkels, maar die spelen op hele kleine gitaartjes en die hebben ook hele kleine microfoontjes. Ik vind dat ik die vraag gewoon mocht stellen. Je moest eens weten wat hij niet aan mij allemaal vraagt. We hebben Genesis ook gedaan. Dan komt hij met de meest idiote vragen. Hele rare opmerkingen. Nou, dan mag ik ook een keer een idiote vraag hebben. Waar komt de Big Bang vandaan? Nou, dan gaat Marco alle kanten op. En dan zwabbert hij van onderwerp A naar onderwerp B. En dan begint hij over... Dus ik spreek hem dus gewoon aan op onderbouw nou eens je verhaal. En dan gaat hij in de tegenaanval. Voor de zoveelste keer. Terwijl ik denk, ja, je hebt mij al lopen bekritiseren over de inhoud van Genesis. Naar aanleiding daarvan stel ik jou een vraag over de Big Bang. En dan gaat hij gewoon weer terug naar Genesis. En dan zegt hij, in Genesis 6, waarin het verhaal van de zondvloed staat. Dat is onzin. Want Noah had met zijn boot en zijn vrouw en zijn kinderen en al die dieren op de Mount Everest moeten stranden. Want dat was de hoogste berg. Dat was de berg die het eerste droog kwam te staan. Nou, die opmerking heeft hij inmiddels teruggenomen. Want ik heb in een reactievideo die ik samen met hem mocht doen, mocht hij samen met me doen, heb ik hem aangesproken op die opmerking. En er bij stilgestaan wat precies voor een boot dat was. Was het een motorboot? Nou, dan maakt Marco Robinson dan in eerste instantie zegt hij ja. Het was een motor en die werkte op de excrementen van de dieren die aan boord waren. Nou, toen ik hem vroeg van hoe zat het dan precies? Ja, toen moest hij zeggen, nee, dat was maar een grapje. Dus er zat volgens hem geen motor in de boot van Noah. Ik zei, nou, zaten de zeilen op? Nee, dat was ook niet zo. Was het een hele grote roeiboot? Nee, dat was ook niet zo. Het was gewoon een hele grote badkuip. En die dobberde een beetje. Ik zei, ja. En waar is Noah dan gaan drijven met die bak? Ah, zei Marco, ja, dat moet in de buurt van de Eufraat en Tigris geweest zijn. Wat wij noemen het Midden-Oosten. Ik zei, ja. En hoe is die boot dan? Hoe had die boot bij de Mount Everest moeten komen? Ja, zei Marco, dat weet ik ook niet. Ja, is dat mogelijk überhaupt? Nee, zei Marco, nee, dat kan niet. Dat kan ook helemaal niet. Dat je zomaar, want van het Midden-Oosten naar de Himalaya, dat is toch nog wel even een eindje fietsen, dacht ik zo. Hè? En dat dan gewoon in een badkuip. Zonder een roer, zonder een kiel, zonder zeilen, zonder roeispanen. Ja, en motoren hadden ze in die dagen niet. Ja, misschien had Noah dan dolfijnen kunnen trainen en dan dolfijn de badkuip laten trekken. Dus zo'n opmerking had Marco ook kunnen maken. Ja, dus gewoon de dolfijn had hij voor de boot. En die had hij gewoon een kaart laten zien van daar ligt de Himalaya. En nou zwemmen, jongens. Ja, hij begrijpt ook dat het een belachelijke vraag, een belachelijke opmerking was van hem. En bij deze geef ik jullie door, hij heeft hem ingetrokken. Bij die uitzending waarin hij hem introk, is er van alles misgegaan. In die zin dat Marco kwam met opmerkingen over mij en de man die hier reageert, Jurk heet hij, Jurk Kliesman, op een ad hominem manier. Dat betekent dat je op de man gaat spelen in plaats van op de bal. En dan ga je ook mensen uitmaken voor, hoeven nou dat allemaal niet te herhalen, zulke mooie dingen waren dat niet die zijn. Dus die eerste, die heb ik hem de volgende dag teruggebeld.
eerste rectificatie-uitzending weggegooid. En hem die volgende dag de tweede kans gegeven. Die begon vrij aardig. Maar na een half uur of zo kwamen er weer van die ad hominem opmerkingen. Omdat je mij dan te kakken zet, dat is tot daar aan toe. Ik stel dat niet op prijs natuurlijk. Nee, ik vraag erom. Ik neem contact met hem op en al die dingen. Maar Jurk Liesman, die heeft hier helemaal niks mee te maken. Want die kritiek die hier staat, die is niet zozeer over Marco Robinson. Maar is over het feit dat ik er niks van heb gezegd. En Jurk Liesman kijkt zo goed als elke uitzending van mij. En is een hele trouwe reageerder. En ik krijg wel kritiek. En die is altijd positief. Zoals hij vindt dat ik iets over het hoofd heb gezien. Ik heb bijvoorbeeld een uitzending gemaakt over Isaac Newton. En daarbij ben ik wel een bepaald aspect gewoon vergeten. En ik heb mij te veel laten leiden door het woord van Webster Tarpley. Als die naam je iets zegt. Tarpley, dat schrijf je T-A-R-P-L-E-Y. Tarpley. En Webster is met een B. Voor de rest zoals je het zegt. Ja, Webster Tarpley heeft... Ja, ik heb mij een beetje voor de gek laten houden. Nou, dat heb ik dus ook fout gemaakt. Nou, en krijg ik van Jurk Liesman keurig een pdfje. Van linkje naar een pdf. Van lees dit maar eens even. Nou, dan heb ik een stuk tekst gelezen dat Isaac Newton geschreven heeft. En moest ik gewoon toegeven dat Jurk gelijk had. Dat heb ik ook netjes gerectificeerd. En zo reageert Jurk dus ook nu op mij. Niet op Marco. Nou, bij die tweede uitzending liep het weer uit de hand. Die heb ik ook maar in de prullenbak gegooid. Toen heb ik Marco uitgelegd dat we nu toch echt een probleem hebben. En hem precies verteld wat niet gaat gaan. Je mag van alles zeggen. Dat vind ik helemaal niet erg. Natuurlijk heb je je vrijheid van je meningsuiting. Alleen, of wel een beetje basisregels aanhouden. Bijvoorbeeld niet de hele tijd van onderwerp veranderen. En zeker geen mensen. Personen beledigend grof toespreken. Niet bij mij. Maar ook zeer zeker niet bij mensen die mijn vrienden zijn. En dat stel ik gewoon niet op prijs. Serieus niet. Nou, ik dacht dat ik het allemaal goed had uitgelegd. Dus hebben we de derde uitzending gemaakt. En dan ging hij weer precies hetzelfde. In het begin was hij wel aardig. Ik dacht, nou, die gaat wel goed. Liet hij mij ook uitspreken. En dan na een half uurtje ging hij weer Mario karten. En weer vervelende, nare opmerkingen. Gewoon over personen maken. Van Perry, die zal het niet herhalen, die ander zei, maar dat is niet zo belangrijk. Hè. Het venijn zit in het staartje, want in uitzending 280, waarin ik dus stilsta over de Global Vatican, en met haar, want hij nam het mij heel erg kwalijk, dat ik de club die Alex Jones van Infowars.com, of PrisonPlanet.com, dat is zo'n conspiracy site, en die heeft het altijd over de globalists. De globalisten. De international banksters. Van bankier en gangster. De banksters. Nou, er is iets meer over te zeggen. En Alex Jones is typisch zo iemand die dit boek niet zal bespreken. Terwijl het geschreven is door een in-crowd. Want Francis Rooney die werkte voor de Amerikaanse overheid. Op een van de hoogste niveaus. Want je wordt niet zomaar ambassadeur namens Amerika.
En al helemaal niet bij het Vaticaan. En die man heeft dus een soort biografie geschreven over wat hij meegemaakt heeft in die tijd. Ja, en daar legt hij het gewoon uit. Van wij zijn een wereldwijde organisatie. Wij bepalen de binnenlandse en buitenlandse politiek van alle belangrijke regio's. Dat je ergens, ik heb laatst weer gelezen dat er is een eilandje, Samoa of Samoa. En dat heeft zichzelf onafhankelijk verklaard. Ja, daar woont 1,5 man in een paardenkop. Er zijn 5 dorpen, bijbelgelovende christenen. Ja, daar hoef je geen zorgen te maken dat het Vaticaan langskomt om daar even de binnenlandse en de buitenlandse politiek te bepalen, want er valt niks te halen. Maar bij de Verenigde Staten van Amerika, wel. En van Nederland, ja zeker ook. Engeland, ja. Frankrijk, ja. Duitsland, ja. Hoe denk je dat het kan dat het merendeel van de Duitse bevolking helemaal geen zin heeft in nog meer immigranten? Maar ze komen wel. En hier waren we dus lekker over bezig. En toen maakte Marco een opmerking. En die schoot bij Jörg Liesman van het kanaal Jokler 66. Ook in het verkeerde verkeerde keelgat. En ik lees even voor. Op 23 minuten en 30 seconden, dubbele punt... Waar in de Bijbel staat dat seks met kinderen is toegestaan? Wat is dit voor flauwekul? En jij gaat er niet tegen in als hij zoiets beweert? Wat is het doel van zo'n uitzending waar een ongelovige, dat is Marco, over de Bijbel leugens mag vertellen zonder dat een, tussen aanhalingsteken, christen zijn leugens weerlegt? En dan 3 vraagtekens. Daar kan ik aan zien dat, want Jörg is heel zorgvuldig in zijn type. Hij is niet Nederlands geboren, hij is van oorsprong Duits. Maar hij kan best, maar hij kan heel mooi Engels. Perfect Duits natuurlijk. Maar dit Nederlands is wel helemaal correct. Hè? Hier staat alles staat goed. Ja, dat je best netjes geschreven. Maar als hij dus 3 vraagtekens gaat gebruiken, dan weet ik dat Jörg, dat hij geïrriteerd is. Nou, toen Marco zei dat dus in de Bijbel staat dat seks met kinderen is toegestaan. En als je dat wil controleren, dan moet je op 23.00, je hebt zoiets, dan zet je gewoon hier even dat ding hier. Dan kun je even scannen. Luister je alleen dat stukje, je kan toch helemaal horen natuurlijk. Maar toen zei Marco dus van dat het in de Bijbel stond, ja, en toen stond ik echt met mijn mond vol tanden. Want in de Bijbel staat echt heel erg veel en ik weet het echt niet allemaal uit mijn hoofd. Ik heb zo mijn favoriete teksten en daar houd ik mij aan. Ja. En zeker het Oude Testament, want dat is waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Dat heb ik niet helemaal gelezen. Mijn favoriete stukken in de Bijbel, dat zijn toch gewoon de evangeliën. En dan in de evangeliën de parabelen van Christus Jezus. En Handelingen vind ik ook mooi. En dan krijg je die brieven. Nou, daar zit ook hele mooie tussen. En dan krijg je Openbaring van Johannes, het laatste boek. Vind ik een erg mooi boek. Begrijp ik helemaal niks van. Maar dat is ook een profetie. Ik kan zeggen, de Bijbel, dat is een als dat een diner zou zijn, dan krijg je op het laatste iets waar je heel lang op kan kouwen. In plaats van een soft ijsje. Dus ik vind het gewoon een mooi boek. Maar ik weet er niet alles van. Dus ik moest die opmerking van Marco maar gewoon door laten gaan. Want hij wist ook niet wat stond. Heb ik dus tegen Marco gezegd na afloop van uitzending 280 van, en deze kritiek van Jörg van Marco, het is wel de bedoeling dat je even komt met de tekst. Nou, en wat blijkt nou? Dit heeft dan niet meer langer te maken met Marco specifiek.
maar wel gewoon over ongelooflijke boeken. Dit is een artikel uit de Volkskrant. En er staat hier dan niet bij wanneer dat gepubliceerd is. Ofwel, oh jawel, 5 april 2013. Dus dat pak een beetje 4 jaar geleden. Nou staat hier als opening van de column niet enkel het strafbare feit, maar ook de verheerlijking van seks met kinderen moet strafbaar worden, vinden CDA en ChristenUnie. Het einde van onze vrije samenleving, vindt columnist Meindert Venema. Ik heb al gelijk zoiets, ik vind die, dat vind ik, nee, dat vind ik. Verheerlijken van een strafbaar feit, ja. In het geval van seks met kinderen. Nou, dan komt hier een gezeur over de pedofiele vereniging Martijn. Ja, als je wil weten over hoe ik denk over seks met kinderen. Ik vind eigenlijk dat iedereen die dat gedaan heeft, afvoeren. Echt afvoeren. We kunnen een die om het even vrolijk te houden. We nemen een land als Bulgarije. Daar kunnen wij voor een habbekrats een vallei kopen. Het hoeft helemaal geen vruchtbare grond te zijn, maar gewoon een stelletje stenen en zand. Er hoeft ook helemaal geen riviertje erheen te lopen, maar gewoon een vallei omringd door bergen. Nou, dan pleuren we daar in één keer een groot hek omheen. En dan iedereen die seks heeft gehad met een kind, die gaat daar naartoe. En dan krijg je zo'n directieketen. Van zo'n bouw, zo'n gebouwtoestand is hier om de hoek. Nou, dan heb je zo'n hele mooie directieketen. Dan zit de directie lekker in de directieketen. Ja. Nou, ineens in de zoveel tijd komt de helikopter langs. En dan krijgen ze een nieuwe container met toiletpapier, bronwater, gewoon water. Een beetje veganistische toestanden. En daar hebben wij er geen last meer van. En die mensen hebben een mooi leven. In Bulgarije heb je het algemeen lekker weer. Alleen geen kleine kinderen om te neuken. Maar ja, ik vind het jammer. Want ik vind dat het helemaal niet kan. Ik ben ook helemaal geen voorstander van seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Alleen, ja, het is niet strafbaar. Ik zou het voor mij ook niet hoeven te zijn. Twee volwassen mannen gekke dingen willen gaan doen. Ik veel bungee jumpen of zo. Het lijkt me ook niet zo gezond voor je lichaam. Ja, dan moet je gewoon lekker zelf weten. Als je volwassen man bent. Maar een goede kennis van mij, die is beland in zo'n katholiek opvangtehuis. Nou, die heeft de leiding echt van heel dichtbij leren kennen. En Sonja Barend, die heeft hem nog lopen afzeiken tijdens een uitzending van Sonja op dinsdag of zo. Sonja op donderdag. Dat ze tegen die vriend van mij zei van, ja, maar een beetje lekker vond je, dat denk ik wel aan. Of woorden van gelijke strekking. Interesseert me allemaal niks. En het gezeur over die vereniging Martijn, dat zegt me ook helemaal niks. Even kijken. Immers, de vereniging zette niet aan tot seks met minderjarigen. De vereniging beperkte zich ertoe seks met minderjarigen te verheerlijken. Ja, precies. Nou, dan heeft dus het CDA, heeft dan een Pieter Omtzigt erin geschoven en van de ChristenUnie een mevrouw die heet Carola Schouten, dat een nieuwe wetgeving moet komen die een verbod alsnog mogelijk moet maken op de vereniging Martijn. Weliswaar is volgens het gerechtshof niet bewezen dat Martijn aanzet tot pedofilie, dit is incorrect taalgebruik overigens. Het woord wat wij kennen, het is pederasterie. Want een pedofiel, Christus heeft ergens gezegd, laat de kinderen tot mij komen.
kan je ook gelijk denken van, joh, want hij had natuurlijk een grote paal in zijn broek. En hij denkt, jongetje, kom jij eens eventjes bij Sinterklaas. Nee, Christus Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Je kan zeggen, hij gaf meer om kinderen dan om die eigenwijze volwassenen die je toch niks meer kan leren. Een pedo betekent kind, een fili betekent, wat zeggen, houden van. Je hebt ook een filosofie. En dan zit het fili element aan de voorkant. Filosofie, en sofie betekent wijsheid. Dus een filosoof is iemand die houdt van kennis. Die is nieuwsgierig van aard. Nou, en een pedofiel, die houdt gewoon van kinderen. Ja, daar is niks mis mee. Heb je ook mensen die zijn pedoseksueel. Dus die, ja, hun seksuele gedachten, daarin moet altijd een kind een hoofdrol spelen. Lijkt me ziekelijk. Maar kan je niet verbieden? Kan toch moeder? Hoe moet je controleren anders? Als je zegt, ik verbied pedoseksualiteit. Ja, ga je dan een enquête houden bij iedereen? Van, heeft u de laatste tijd wel eens gedacht aan seks met een kind? En zo ja, hoe zat het in elkaar? Dat kan je niet verbieden. Pederasterie daarentegen, dat is heel duidelijk. Want een pederast heeft seks gehad met een kind. En als je seks hebt gehad met een kind, dan ben je een pederast. Er is dus niet bewezen dat Martijn aanzet, die vereniging Martijn, aanzet tot pederasterie. Okay. Maar wel de verheerlijking van seks met kinderen. Nou, die twee willen dus een verbod. Nou, deze man, die heet dus, die meneer Fellema, ja? Die is het niet eens met die Pieter Omtzigt en die Carola Schouten. Dus dan gaat hij eventjes in de tegenaanval. En dan gaat hij ze pakken op het feit dat zowel de ChristenUnie als het Christendemocratisch Appel, dat die mensen de Bijbel lezen. En de aanval is de beste verdediging, denkt meneer Fellema. En dat je daarbij liegt, of dat maakt helemaal niet uit, want je bent columnist en je voert polemiek. Inmiddels is het bekijken van kinderporno, ik lees het even voor. Inmiddels is het bekijken van kinderporno al een strafbaar feit, maar als het aan de christelijke partijen ligt, zal ook het verheerlijken van het kijken naar kinderporno strafbaar kunnen worden. Dat is het einde van het vrije woord. Hoe zou het komen dat Omtzigt, dus Pieter Omtzigt en Carola Schouten zo ver willen gaan? Een psychologische verklaring ligt voor de hand. Katholieke priesters hebben zich jarenlang vergrepen aan misdienaren. Incest komt in de Bijbelbelt vele malen vaker voor dan in de rest van Nederland. Nou, hier, dit onderbouwt hij niet. Hè? Want waar blijkt dat uit? Kan ik me even naar gaan zoeken, maar ik denk dat hij dit gewoon uit zijn duim zag. Dat katholieke priesters zich jarenlang vergrepen aan misdienaren. Nou, wat dacht je van honderden jaren lang? Wat dacht je van millennia lang? Want die katholieken die lopen al vanaf het jaar 324 in de ronde. En ze kwamen daarvoor uit Babylon. Nou, die club van Babylon, daar heeft Bob Marley zich de longen uit het lijf van overgezongen. Als je het dan nog niet begrijpt, maar Babylon was niet oké. En dat zijn die katholieken geworden. Nou, Pieter Omtzigt, oh, die is katholiek. Nou, dat is niet zo fraai voor Pieter, maar... En dan komt uit de Noordoostpolder. En Carola Schouten uit Giessen. Dat snap ik dan ook niet, hè? Hier gebruikt hij dan Omtzigt en Schouten. En nu moet hij dan gaan vertellen
dat die man heet dus wel degelijk Pieter om zich, dus noem maar zijn voornaam er wel bij. Dan gaan we zijn geloofsovertuiging vertellen en dat hij geboren is, nou ja, of dat hij woont in de Noordoostpolder. En Carola Schouten, die komt uit Giessen. Ja, oké. Okay. Oh, hij gaat zeggen dat Pieter Omtzigt en Carola Schouten als kind misbruikt zijn geweest. Of dat ze ermee in aanraking zijn gekomen. De kans is bovengemiddeld. Het is absoluut leeghoofdig geschrijf. Ik zou dit eigenlijk gewoon willen, als strafbaar willen zien. Die man moet een boete betalen. Zij hebben hun gevoel boven de ratio gesteld. En dat is, als het gaat om de uitingsvrijheid, erg onverstandig. Nou, het is altijd onverstandig om je gevoel boven de ratio te stellen. Het is niet als het gaat om de uitingsvrijheid. Dan haalt u een filosoof erbij, John Stuart Mill. Ja. Ja, wat heb ik daar nu weer aan? John Stuart Mill, ja, ik ken hem wel. En die heeft zoiets gezegd dat mensen mogen alles zeggen. En ook juist als het gaat om uitingen die een ander weerzinwekkend vindt. Juist die uitingen moeten wij verdedigen. Ja, oké, okay, dat heeft John Stuart Mill gezegd. Ik vind dat niet. Dan moet je... met Marco, die kan ook behoorlijk grof zijn in de mond. Ja, dan hoef je maar één keer te proberen bij hem. Dan heb je hem gelijk op de kast. Als je zo doorgaat, is dit de laatste keer dat ik met je praat. Ja. Wat gij niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Dan gaat hij zeuren over films. Ja? Dan moet je even nagaan. Hè? De meeste Nederlanders, die lezen... 2 of 3 alinea's. Hè? Dat is Meindert Venema geleerd. Hè? Dus je gaat ervan uitgaan dat de titel wordt gelezen. Seks met kinderen, in de Bijbel is het heel normaal. Die titel hebben mensen al gelezen. Nou, dan gaan ze naar onderen toe. Nou ja, dan krijg je blablabla van de ChristenUnie. Vindt de CDA een ChristenUnie? Nou, nu, oh, dit is het CDA en ChristenUnie. En dan gaat hij in op... De persoonlijke... Oh, dan gaat hij eerst nog vertellen dat hij alweer enige tijd geleden een e-mail kreeg van, van een collega aan de Universiteit van Amsterdam. Waarin bla 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 pedofiele vereniging Martijn. Nou, we zitten nu op alinea nummer 3, denk ik. Nu ben je 90% van... Nou, misschien dat 20% nog doorleest. Nou, nog meer. En dan gaat hij over, nou, nog meer over dit. De Carola Schouten. En dan gaat hij vertellen dat Carola Schouten... Weet, oh, dat ze op 2 april aan tafel zaten bij Pauw en Witteman. En dan de kern van de zaak is dus dat CDA en CU verheerlijken van een strafbaar feit... willen gelijkstellen aan het aanzetten tot strafbare feiten. Nou, nu leest niemand meer door. Ja. Maar wel heeft iedereen die titel gelezen. Schandaal. Als je geabonneerd bent op de Volkskrant, of je kent iemand met een abonnement op de Volkskrant, ik zou er wat aan gaan doen. Ik zou minimaal een boze brief sturen. En je abonnement opzeggen natuurlijk. Die bagger wil je niet over de vloer, hoor. En als je kinderen op het internet mogen, dan moet je gewoon via je proxy gaan regelen, dat www.volkskrant.nl. Dat hij zegt page not found. Error 404. Papa, zitten we achter een firewall? Ja, kind. Ik kan er ook niks aan doen. Nou gaan we dus eindelijk... Komt hij dan op zijn punt met de Bijbel. Maar we hoeven ons niet... te beperken...
tot de huidige tijd. Nou, hier kan je al zien dat hij stress heeft. Want hij had moeten staan te beperken. Klein detail. Maar het duidt wel op stress. Want hier gaat hij liegen. Maar we hoeven ons niet te beperken tot de huidige tijd. In de Bijbel geeft Mozes zijn troepen opdracht genocide te plegen op de Medianieten. Nu dan. Het komt dus de Bijbeltekst. Nu dan, dood al wat mannelijk is onder de kinderkens en dood alle vrouw die door bijligging des mans een man bekend heeft. Is een beetje ouderwets taalgebruik. Ik zal hem hier even bijpakken. Welk ding is hem? Even kijken. Dit is 15, ja. Mozes zeide tot hen: hebt gij allen die van het vrouwelijk geslacht zijn laten leven? En dan wat hier. Oh ja, dan krijg je vers 17. Nu dan, dood al wat onder de jeugdigen van het mannelijk geslacht is, en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad. Zult gij doden, zat die man. En nou gebruikt hij hier de term Medianieten, maar in mijn NBG, er staat Midjanieten. Kijk of ik even kan spannen. Ja, M-I-D-J-A-N. En dan Ethan. Van Midjan. En in de King James, die heb ik er ook bij, wordt ook gesproken over de Midjanites. Even kijken. Ja, een beetje meer hoog. Hier, de King of Midjan, daar gaat het om. En dat volk heette dan de Midianites. Ja, hier staat iets. En niet Medianieten. Maar ja, kan de vertaling zijn van ja, deze meneer Fenneke, zeg je toch? Niet weet van de Bijbel. Ik weet wat voor een Bijbel die had. Misschien een katholieke Bijbel die ze helemaal vernacheld hebben. Dat gebeurt ook wel. Dan gaan we even verder door met zijn tekst en dan ga ik uitleggen wat hier aan de hand is. Pieter Omtzigt en Carola Schouten geloven dat Mozes dat deed in opdracht van God. Nee, dat is niet waar. Want aan het begin van hoofdstuk 31 vers 1. Pak de King James er even bij. Ik wil niet meer gaan. And the Lord spake unto Moses. Dus het is niet volgens Carola Schouten en Pieter Omtzigt. Nee, volgens de schrift. Volgens de Bijbel deed Mozes dat in opdracht van God. En niet volgens Pieter Omtzigt en Carola Schouten. En ik denk dat ook meneer Fennekes wel begrijpt dat hier dus staat bij het eerste hoofdstuk: and the Lord spake unto Moses. Ja, hier kan je toch weinig tussen krijgen. Hè? Hij zou moeten zeggen, ja, in de Bijbel staat op zijn Nederlands dan en de Heere sprak tot Mozes. En ja, Pieter Omtzigt en Carola Schouten, die denken dus dat betekent dat de Heere sprak tot Mozes. Ja, wat denk jij dan, Pieter Venema, weet je nou? Wat denk je dan dat er staat? And the Lord spake unto Moses. Dubbele punt. Terug naar het fijne artikel. Als dat niet het verheerlijken van geweld is, mag ik een biet zijn. Maar Mozes gaat nog verder. Doch alle kinderkens van het vrouwelijk geslacht
die door bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor uw lieden leven. Nou, bij mij is vers 18 echt wel wat beter vertaald, vind ik, hoor. Maar alle jeugdigen onder de vrouwen, die geen gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij voor u laten leven. Daar mag je toch wel verheerlijking van pedofilie in lezen. Henk Bres zou zeggen: ik blijf knokken voor een verbod op deze smeerlapperij. Meindert Venema is emeritius hoogleraar politieke theorie. Hij schrijft iedere vrijdag een column voor Volkskrant.nl. Als nou, weet je al, de Volkskrant van vrijdag, als je die in handen krijgt, er niet voor betalen, want ze worden gewoon uitgedeeld hier in de stad. Dat is me goed ook, want niemand, ja, ik zou het echt niet willen kopen, maar misschien ga je een muur schilderen. Moet je even lekker met een roller, dat geeft allemaal van die verspatjes. En anders moet je gewoon je hele pakketvloer helemaal afhopelijk krabben. En leg je lekker de Volkskrant van vrijdag erop. Die kan er wel tegen. En daarna gelijk in de vuilnisbak. Kijk, ik ben christen vanaf mijn 12e jaar. Vanaf mijn 12e jaar heb ik een Bijbel in bezit. Eerst heb ik het heel lang gedaan met een heel klein. Eerst kreeg ik een Bijbeltje. Gewoon gratis mee. Die werden gewoon een, kon je lenen of zo. En daarna kreeg ik mijn eigen Bijbel. Daar word ik heel trots op. Ik heb een eigen Bijbel. Een heel mooi kleintje. En ergens in 1998, toen ben ik naar de christelijke boekhandel gegaan en heb ik de Bijbel gekocht die ik nu voor mij heb, van het Nederlands Bijbelgenootschap. En die kan je zo naast de King James leggen. En welke Bijbel dit is, weet ik niet. En wie Henk Bres is, weet ik ook helemaal niet. Is dat die ene man die in zo'n glazen huis zat of zo? Zo'n Big Brother huis? Maar nou zijn conclusie. Hè? Hoe zit dit in elkaar? Want hij denkt dus dat toen Mozes zei, maar de jeugdigen onder de vrouwen die geen gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij voor u laten leven. Dat is dus in de ogen van deze man, die fijne kus, wat is zijn voornaam ook weer? Maar oh ja, zo natuurlijk weer. Meindert, Venema. Stond ook eronder. Daar staat gewoon niet dat seks met kinderen, hè? Dat is namelijk de titel. Seks met kinderen, in de Bijbel is het heel normaal. Nou, dan willen jullie misschien weten hoe dit nou in elkaar zit. Ik hoop het. Het gaat over het boek Numeri. Dat is het vierde boek van de Bijbel. Ik kan het wel even controleren voor jullie. Numbers op zijn Engels. Hè? Dit is het eerste boek, tweede boek, derde boek, vierde boek. Daar hebben we het over. Vierde boek van de Bijbel. En daarvan hoofdstuk 31. Ja, daar zijn we al even op weg in dit boek. Dit gaat over de tijd dat het volk Israëls, het volk God, ik wil niemand voor de schenen schoppen, al die termen liggen zo gevoelig. Maar die hadden dus jarenlang in Egypte gezeten in een soort van slavernij overeenkomst. Dan hebben ze daar weten te ontsnappen. En zo makkelijk was dat. En een aansteker aankijken, dat gaat tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk. Maar ik zet gewoon door. Dan zegt de Heere, Heere, tegen Mozes: ga de kinderen van Israël wreken. Later zou de Heere, Heere op laten schrijven in het nieuwe convenant, in het Nieuwe Testament. In Romeinen 12, vers 19. Van lievelingen, wreek jezelf niet. Maar dat was het nieuwe convenant. Dit is het oude convenant. Oude testament.
Het was een andere verhouding van de mensen tot God. Mijn vriend Jurre Kliesman heeft dat goed uitgelegd. Die kon er een mooie... Ik ga dat nu niet herhalen. Ik kan het heel lief aan hem vragen. En dan wil hij daar nog wel een keer een uitzending op. Of een keer dat hij bij mij op geïnterviewd wordt. Dat hij dat nog een keer in zijn eigen woorden vertelt. Maar ik vond het een erg compacte, mooie uitleg. En dit is het Oude Testament. En hier staat gewoon dat de Heere Heere namens Mozes laat zeggen, Mozes de opdracht geeft om de kinderen van Israël te gaan wreken. En wreken op die Midianieten. Nou, zo'n wraak, dat behelst een oorlog. Ze waren het helemaal beu. En in de voorgaande hoofdstukken kan je erachter komen waarom. Nou, dan krijg je hier vers 4. Van iedere stam, het volk Israëls had toen 12 stammen, moesten er 1000 krijgers komen. Dus je hebt je totaal 12.000 krijgers. 12.000 armed for war. Nou, aan Mozes, die stuurde ze op pad. Nou, ze hebben oorlog gevoerd tegen de Midianieten, zoals de Heer opdracht toe had gegeven aan Mozes. En ze slachten, moet je dan zeggen, dat staat ik in Nederland te nemen. En zij trokken ten strijde tegen Midian, zoals de Heer Mozes geboden had. En doden allen die van het mannelijk geslacht waren. Ja. Ze hebben dus alle mannen, hadden ze, inclusief de koningen. En behalve die hebben ze ook nog die en die en die en die en die. Allemaal met een zwaard, tjok, tjok, tjok. En de kinderen van Israël namen alle vrouwen mee. Van die alle, ze hebben alle vrouwen gevangen genomen. En de Israëlieten namen de vrouwen van die Midianieten, nou, de vrouwen van Midian gevangen en hun kinderen en al hun vee, al hun haven en gehele vermogen maakten zij buit. Al hun steden waar zij woonden en al hun tentenkampen verbrandden zij met vuur. Nou, toen werd Mozes boos. En de reden daarvoor was dat die vrouwen, die hadden geslapen met die mannen. Mozes zei, het feit dat wij de opdracht gekregen hebben van de Heer om ons te wreken, betekent dat die mannen niet deugen. Want anders had de Heer nooit gevraagd om dit te gaan doen. En dan komt in vers 15, want in dit leuke Volkskrant-artikeltje, daar heeft hij het dan wel over. Kijk maar eens. Ja, Numeri 15 tot 18. Maar hij begint niet met 15. Hij begint niet met 15, dus ja. Dit is 17. En dit is 18. Maar het ging er dus om dat Mozes. Kijk wat ik hier nog snel kan vinden. Ja, in vers 14 staat. En Mozes werd toornig op de aanvoerders van het leger. En Mozes zeide tot hen, hebt gij allen die van het vrouwelijk geslacht laten leven? Die vrouwen
hebben seks gehad met slechte mannen. Dus daar zit ook een luchtje aan. En dan refereert hij nog aan wat er gebeurd is met die Midjanieten. Want er waren mannen van het volk Israëls, van een van de 12 stammen. En die kwamen met een vriendin van Midjan. En er werd een puinhoop, jongen. En dan kan je wel voorstellen wat er met een puinhoop bedoeld wordt. Dat je met een verkeerde vrouw zit. Toen gaf hij dus de opdracht. En dat is dan vers 17. Nu dan, dood al wat van het mannelijk geslacht is. Nee, wacht even zo. Wat staat hier nou? Nu dan? Ja, al wat van het mannelijk geslacht is, onder de kinderen. En dood elke vrouw die door bijligging des mans een man bekend heeft. En dan komt de uitzondering van het vrouwelijk geslacht en daarvan de kinderen die geen seks hebben gehad met zo'n viespeuk van een Midjaniet, die moeten we nog een kans geven. Die moeten opgenomen worden in de gemeenschap. En daar kan je iets bij voorstellen, een gastoudergezin. Zo'n meisje waarvan papa en mama en de oudere zus die het ook al gedaan had met Joris, ja, die zijn allemaal dood. Daar moet je wel voor zorgen. Er gaat dus meneer Fennecus, wat zit er nog hieronder, staat hij wel, Venema, Meindert Venema. Ja, die denkt dan gelijk dat als je een kind onderdak biedt, dat doe je alleen maar om daar seks mee te gaan hebben. Dus een kind onderdak bieden staat gelijk als in een boek staat dat je in dit geval voor die kleine meisjes, dat je die niet hoeft af te slachten. Daar komt het eigenlijk op neer. Want de wraak was gevraagd. En dit is niet de tijd van Christus Jezus. Die zei van als je op je linkerwang geslagen wordt, dan keren je je rechterwang toe. Of woorden van gelijke strekking. Dit is van jaren daarvoor. Honderden jaren. Als het niet langer is. En die kinderen, die jonge meisjes, die kregen dus onderdak. En iemand die dan denkt, zoals Meindert Venema, van joh, dat was lekker. Seks met kinderen is verheerlijking voor seks met kinderen. Heel normaal hoor. Marco had hier zijn verklaring hierbij was van ja, Perry, het zit zo. Elke cultuur van elke tijd heeft altijd seks gehad met kinderen. En hier worden dan kinderen opgenomen in de gemeenschap. Dus is daar seks mee gebeurd. Dus wordt het hier verheerlijkt. Ik snap die logica niet. Ik snap mijn uitleg wel. En als je denkt dat ik de enige ben, nou, dat is mooi niet waar. Je kan zo op internet, moet je het maar even intypen, dus numbers 31. Gaan we kijken. Er zijn genoeg mensen die in hun vrije tijd de prediker uithangen. Van hallo beste mensen, ik heb gisteravond weer een stukje Bijbel gelezen en nu ga ik nu even vertellen wat er precies staat. Ieder zijn persoonlijke mening, maar vergelijk mijn persoonlijke mening maar met al die andere mensen. En die zeggen allemaal hetzelfde. Dus ik beticht Meindert Venema van opzettelijk liegen. En de grap is, daar hoeven we geen nieuwe wetgeving voor te doen, niet voor te maken. Dit staat gewoon in de wet.
In de schrift staat in Exodus 20, gij zult geen valse getuigenis afleggen. Derde gebod zo. Ik ben niet zo'n bijbelkenner. Hoor. Ik weet ongeveer waar dingen staan. In de Nederlandse wet staat dat als je journalist bent en je schrijft bij volle verstand een leugen op, er is een misdrijf. Dus Meindert Venema, die mag wat mij betreft naar dat mooie vakantieverblijf daar in Bulgarije. En het moet een gebied zijn waar met wilde beren daaromheen. Dus dat iedereen die achter het hek zit allang blij is. Want dan kunnen die beren niet naar binnen. Laat staan dat ze naar buiten willen. En nee, er gaat geen spoorlijn naartoe. En ook geen asfaltweg en ook geen bosweg. De hoofdnoodzakelijke dingen die worden gebracht met een helikopter. En niet de helikopter laten landen, nee, gewoon een container laten zakken en je vliegt weer weg. Dus een erg grote smeerlapperij, eigenlijk. Die Meindert Venema hier eventjes erin zet. Ik ben getrouwd geweest en in dat huwelijk is twee keer zwanger geworden en de eerste keer ging dat prima. Het was een heel mooi kind geworden. En de tweede keer had ze er gewoon, na 14 weken of zo, dan was er echt al een bolletje in haar buik. Hè? En dat bolletje zat al naar buiten te trappen. Dus ik denk dat dat een jongetje was. Ja, die is beland in een plastic bak met een sticker erop en afgevoerd naar Stamcel BV. Koop hier uw meest verse stamcellen voor 30.000 euro per stamcel. Dus dat kindje, dat is denk ik over de toonbank gegaan voor 500.000 euro. Die abortus was ook helemaal gratis. Ja, denk eens even in. Als je toch al 500.000 euro voor de stamcellen krijgt. Ja, toen was mijn dochter was toen 9. We waren al in de scheidingstoestanden. En er moest nog een verjaardagsfeest komen voor mijn dochter. En ik zou het leuk gevonden hebben, dat zei ik toen ook, dat haar vriendje, en die meisjes van die kinderen van die leeftijd, die gaan heel goed met elkaar om. En er zit nog helemaal geen seks tussen, die kunnen gewoon samen spelen. En zo'n jongen leert dan dat meisjesgedrag kennen en dat meisje, mijn dochter dus in dit geval, die leert gewoon dat die jongen hartstikke vriendelijk is. Ja, toen ging mij, die moeder van mijn kind, die ging daar moeilijk over doen, dat die jongen mocht niet komen. Want mijn jongetjes, want dit en dat, en we gaan nog dat doen. Nou, en daar kan ik me echt niet bij hebben. Toen zei ik tegen haar, nou, dat maakt er niet uit. En dan ga jij toch alleen met al die meisjes, ga je dat even doen. Dat duurt een uur, twee uur. En dan ga ik met die jongen wel alvast pannenkoeken bakken. Dat kan die ook hoor. Een beslag maken, nou, dat kan die wel. Ik vertel hem wel hoe dat moet, ja. En dan gaan wij lekker vast pannenkoeken bakken en de tafel dekken. En als jullie dan terugkomen van dat ding, dan is de keuken helemaal klaar. En dan lekker ruikt het naar pannenkoeken. En dan zei dus de moeder van mijn kind tegen mij met zo'n mysterieuze blik van, dan wil je zeker seks met dat kind. Nee, dat wilde ik niet. En zij denkt dan, ja, maar je stelt voor dat jij alleen bent met een jongetje in een huis en er is verder niemand bij, dus dan ga jij natuurlijk voor de seks. Ja. En dat soort denken, dat doet Meindert Venema dus ook. En dat hij Henk Bres citeert, die dan zegt, ik blijf knokken voor een verbod op deze smeerlapperij. Nou, ik zou zeggen, ik zou de prijs stellen dat de Nederlandse wet ook echt wordt toegepast.
Want dit is niet de eerste die in de krant schrijft of op de, met zijn mondbakkers op tv gewoon aperto leugens loopt te vertellen. Terwijl die in dienst is. Kijk, dat professor Dr. Marco Robinson in Numerie 31, 15 tot en met 18 heel duidelijk ziet staan van ja, dat is je armoedige tot seks met kleine kinderen en het goedkeuren. Ja, dat is net zo fout natuurlijk, maar Marco Robinson is niet in dienst. Dus in principe is hij, pleegt hij geen misdrijf. Hij is gewoon onwetend. Mijndert Venema niet. Hij moet weten dat hij liegt. Hier staat niet dat je seks mag hebben met kleine kinderen. Put. En Marco Robinson die zei nog van ja, inderdaad, expliciet gesproken staat het er niet. Nou, dan voel je hem al hangen, hè? Dat is het begin van de leugen. Ja. Expliciet gesproken staat het er niet volgens Marco Robinson. Nou, volgens die Mijndert Venema, die kan het ook niet volhouden. Want hier staat niet. Door alle kinderkunst van het vrouwelijk geslacht die door bijlichting des mans niet bekend hebben, ga je mee bijliggen. Neemt gij tot uw genot. Laat die kleine kinderen u behagen. Dat staat er helemaal niet. Dat staat hier, die laat je in leven. Die mag je in leven laten. Die hoef je niet af te slachten. En ik wil een aansteker die het wel doet. Maar die zit in mijn jas. Ik ga de uitzending nu niet onderbreken voordat ik echt helemaal uitga. Maar ik denk wel dat ik klaar ben. Toch? En ik hoop dat ik dit voldoende gerectificeerd heb. En die regelrechte belediging, die dus net niet alleen van Marco Robinson kwam, maar ook van die Mijndert Venema. En je mag je eens even gaan afvragen van wie nog wel meer niet. En als ze liegen over deze vers, over dit vers, deze versen, waar liegen ze dan nog meer over als het om de Bijbel gaat? Dat wordt interessant. Dus aanklagen, als iemand weet hoe ik deze man kan bereiken, je kent hem toevallig, misschien wil ik wel even bij hem langs, met een camera. Dan mag hij het aan jullie allemaal vertellen waar hij zijn titel, die de enige tekst is die de mensen gelezen hebben, behalve dan die 5% die doorgelezen hebben tot het einde, dat die dan denken, seks met kinderen in de Bijbel is het heel normaal. Nou, het is niet zo'n probleem dat je ruzie krijgt met Perry Winkel, zeker mijn Leuvense vriend, die terecht aan de noodrem trok en zei, Perry, dit mag je niet over je kant laten gaan. Maar het blijkt gewoon dat het gewoon op grote schaal gebeurt. Oh, dat is leuk. En welke agenda zit erachter? Waar zijn deze mensen mee bezig? En dat geldt dan ook voor Marco Robinson. Ja, misschien is hij wel gewoon misleid. Dat hij leest het in de Volkskrant. En als hij iets in de Volkskrant leest, dan is het gewoon waar. En als het in de Bijbel staat, dan zit hij denk ik, wat een onzin. Nee, hij leest liever de Volkskrant. Hij zei ook tegen mij, van, ja, je gaat er gewoon aan denken. Als je Numerie 31, 15 tot en met 18 leest, ja, dan krijg je gewoon het idee van, oh, seks met kinderen. Ja, wat zegt dat? Want het staat er niet expliciet. Ja, zei Marco Robinson, maar als ik dit lees en er staat er niet expliciet in, dan krijg ik het toch een beetje gevoel van, nou, misschien is het wel toegestaan. Maar het is niet toegestaan. Nergens niet. Het staat er gewoon niet in. Er staat bijvoorbeeld wel, eert uw vader en uw moeder. Dat is ook een opdracht aan de ouders.
Ja, jij gaat seks hebben met kleine kinderen. En wil je dan ook nog dat ze jou op latere leeftijd eren? Oh, ja joh. Moet je maar even die film Vesten gaan kijken. Ik zal hem even bijpakken. ...1998. Het jaar waarin... ...ik de moeder van mijn kind leerde kennen. The Celebration heet hij op zijn Engels. De Nederlandse heet gewoon Vesten. Kijk er maar eens. Zeg maar wat je ervan vindt, seks met kleine kinderen. Maar wat hier in deze film wordt beschreven, dat is Bijbels. Ze doen niet aan Bijbelteksten lezen, daar gaat het helemaal niet om. Maar dit is in de richting van de Bijbel. En van de Bijbel mag je geen seks hebben met kleine kinderen. Nergens voor nodig. Je kan je voorstellen dat je in een oorlogssituatie zit. Je dochter moet gewoon nog kinderen krijgen. Maar alle mannen zijn dood. Ja, misschien dat je dan in vitro kan doen. In vitro fertilisatie. Voor het nageslacht. Maar dat zijn bizarre situaties en die zijn niet normaal. Hoef je eigenlijk helemaal geen rekening mee te houden. Hoef je ook geen moraliteit voor op te stellen. Want de kans dat het gebeurt, kom op, is helemaal niks. Meestal is er nog wel een mannetje in leven. En mensen moeten gewoon ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Want als je het hebt over seks en je hebt het over de Bijbel, dan gaat seks toch echt vooral over stichten van gezinnen. Geen seks voor het huwelijk, bijvoorbeeld. En waar Marco zich ook nog, vind ik, schuldig aan heeft gemaakt, is dat hij zei van ja, in de Bijbel staat het, want in de Koran staat het ook. Dat is gewoon niet eerlijk. Zo kan je niet discussiëren. Nou, ik denk dat ik dit goed heb toegelicht. Ik hoop dat ik hier geen enkele reactie op krijg van Jurk. Niet in ieder geval, ja, wel dat hij mag zeggen van goed gedaan, Perry. Dat mag hij altijd zeggen. Maar dat hoeft hij niet te doen. Maar dat mag hij wel. Ik hoop dat ik het wel allemaal goed gezegd heb. Dat ik niet nog een keer mijn rectificatie moet rectificeren. Want dan blijven we bezig. Maar ik heb het echt naar eer en geweten. Ik heb alles uitgezocht. En bij het interview van Nieuws 280... ik was er niet op voorbereid op die ongelooflijk rare, ongelooflijk onware, ongelooflijk denigerende en beledigende opmerking van Marco. Die kreeg ik gewoon op mijn kanus. Ik had daar zo snel geen antwoord op. Ja? Maar dat heb ik nu wel gedaan. En ik wilde Marco de kans geven om dit samen met mij de reacties door te nemen. En dat werd van zijn kant. Ja, dat waren geen gesprekken die ik op mijn kanaal wil hebben. Het is alleen maar een Perry die heel erg geïrriteerd raakt. En van een andere man van ongeveer zijn leeftijd. Ja. Wat heb je daaraan? Al die polemiek. Nou, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag, lieverds.